Kees, ik wil je met twee dingen feliciteren. Allereerst met de wedstrijd, maar veel belangrijker natuurlijk met de kleine. Alles goed daarmee? Ja, dankjewel. Het gaat helemaal prima. Ik ben momenteel niet klaar. Ik heb slaap genoeg, dus prima. Mooi. Hey, vorige week zag ik ook alweer een ouderwetse Kees Pieton goal. Nu twee keer een penalty. Het gaat lekker, hè? Ja, ik voel me goed. Ik voel me fit en ik voel me mentaal ook goed. En ik sta sinds 4 weken weer in de as. Dus dat vind ik ook, dan ben ik ook op mijn best. Dus ja, het gaat lekker. Is dat ook het verschil met vorig seizoen? Ik wil daar niet te lang over blijven praten, maar of zijn er nog meer aspecten die verbeterd zijn? Nou, vorig seizoen was het echt een optelsom van heel veel dingen. Ik was gewoon niet fit. Het klikte niet met de trainers. Ik stond ook aan de zijkant. Dat vind ik persoonlijk ook niet zo prettig. Dus dat hebben we nu ook geprobeerd de eerste 2 weken. En dat hebben we omgedraaid met Jasper. En die voelt zich daar prettiger dan ik. Dus ik heb het gevoel dat het nu gewoon goed staat. Welke van de 2 penalties zat er lekkerder in volgens jou? Nou, de eerste. De tweede zat er met een handje aan. Stukken ploeg, de Groningen. Ja, kijk, als wij volle druk vooruit gaan zetten, dan word je tegen dit soort tegenstanders van Kassie naar de muur gestuurd. Je ziet gewoon, kijk, het is een loftelftal van een hele goede profclub. Dus dan weet je dat je gewoon hele goede jongens tegenover je krijgt. En dat was vandaag bij elkaar gevallen met een x-aantal jongens van 1. Ja, ik bedoel, als je die van Nieven zo ziet, die hebben gewoon tegen Westen de Eredivisie gehouden. Dus ja, dan weet je dat je gewoon echt aan de bak moet. Prima overwinning, geniet ervan en succes komende tijd met de kleine. Ja, dankjewel, dat gaat goed komen.